Welkom bij de leesclub. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Ik hou ontzettend veel van lezen. Soms kom ik in de bibliotheek en dan zie ik informatieve boeken. En dan denk ik, die neem ik ook eens een keer mee. Want heel vaak staan daar dingen in waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Over kunst bijvoorbeeld, over dieren, over wetenschap, over hoe wij nou eigenlijk zijn ontstaan. Dus ik heb vandaag een paar van die boeken meegenomen. Ik kwam zo'n leuk boek tegen in de bibliotheek over kunst, met allemaal ontzettend interessante vragen. En weet je wat daar nou in stond? In dit boek: er stond de vraag in: waarom is kunst zo duur? Nou, dat vond ik eigenlijk wel echt een hele interessante vraag. Want nou sta ik hier in de bibliotheek en dan zie ik hier zo'n mooie tekening op de muur. En deze tekening is vast niet een miljoen voor betaald. Maar waarom is het ene schilderij nou een miljoen waard en het andere niet? Maar een paar euro. Nou, dat kwam ik te weten in dit boek. Weet je wat het eigenlijk is? Hoe zeldzamer kunst is, dus hoe minder ervan is, en hoe meer iemand het wil, hoe meer mensen er eigenlijk voor gaan betalen. En misschien kennen jullie wel dat schilderij van Vincent van Gogh. Die met die zonnebloemen. Dat schilderij is in 1987 het meeste, het grootste bedrag voor betaald door één persoon tot die tijd. Echt miljoenen. En Vincent van Gogh, toen hij nog leefde, Verkocht hij helemaal niks. Hij was straatarm. Eigenlijk is een schilderij heel veel waard. als het dus heel zeldzaam is en meestal als de kunstenaar ook nog eens dood is. gek eigenlijk, hè? Kennen jullie de Ethiopiërs. kennen jullie de Ethiopio, kennen jullie de Ethiop... kennen jullie de Ethiopische wolf? De Ethiopische wolf is de enige wolf in Afrika. Hij leeft in groepen van drie tot 18 wolven samen, maar is helaas. Heel ernstig bedreigd. Er zijn er nog maar 500 van. Ja, hij is zelfs drie keer meer bedreigd dan de reuzenpanda. En het is zo'n mooi dier. Ik vond het wel een interessant weetje. En het staat allemaal in dit prachtige boek: Leeuwen tellen. Jongens, ik wil even een applausje voor het pantoffeldier. Want oh, die is zo tof. Die ben ik tegengekomen in een boek. Het pantoffeldiertje is zo speciaal. Maar waarom is hij nou zo speciaal? Het pantoffeldier, als je hem nog niet kent, je zult het ontdekken. Hij heeft maar één cel. Zo knap. En hij leeft. Eén cel. En hij leeft. En als hij daar zin in heeft, dan maakt hij van één, van zichzelf, gewoon zomaar twee. Hij kan zichzelf gewoon in tweeën delen. Ik vind het een te gek diertje. Wil jij nou alles weten over het pantoffeldiertje, maar sowieso alles over alles wat leeft? Pak dit boek er dan eens bij. Het raadsel van alles wat leeft. Alles staat daarin beschreven. Van pantoffeldiertje tot je vader en moeder. MUZIEK Ik heb dus al mijn weetjes op dit bord getekend. Vind jij dat nou ook leuk om te doen? Zoek dan je mooiste, leukste, interessantste weetjesboeken, informatieboeken. En doe dit ook in je klas. En deel je weetjes met alle andere kinderen in jouw klas. En dan weet je samen heel veel meer. Ben je nou nog geen lid van de bibliotheek? Even een weetje voor jou. Het is gratis, dus geen excuus om niet te gaan. Tot de volgende leesclub.